Christine, on a vu une année pleine d'activités, pleine d'expériences, voilà les fleurs, évidemment. Mais comment tu as vécu cette année? C'était magnifique. Je suis vraiment honorée d'avoir d'avoir pu représenter le secteur du bien-être. C'est vraiment un an de rêve. Wat is jouw tip aan jouw opvolgster? Heb jij een gouden raad voor de volgende missie? Ja, zoals ik altijd zeg, gewoon je eigen blijven. Dat vind ik voornaamste. En ik zou ook wel graag hebben dat ze verder zou doen met de vestigingswet. Dat vind ik wel heel belangrijk. En passie en liefde uitstralen voor onze sector, zoals ik geprobeerd heb om zoveel mogelijk te doen. Dus. En ik denk dat ze dat met veel bravoure heeft gedaan. Dames en heren, een daverend applaus voor Christine Bessonger. Dankjewel, Christine.